Hoe is het nou om een week lang af te zijn van alle social media die er is? Nou, dat is precies waar we in deze video achter gaan komen. Oké, het is woensdag 1 over 10 en dat betekent maar één ding. Vanaf nu een week lang geen YouTube, geen Insta, geen Netflix en welke app je nou nog maar kan bedenken om te kijken hoe het is om weer eens zonder social media te leven. Ik heb YouTube op mijn telefoon verwijderd, ik heb Insta op mijn telefoon verwijderd, Twitter verwijderd, Facebook verwijderd. Ik heb wel nog Snapchat, maar op Snapchat heb ik mezelf de restrictie gegeven dat ik niet de verhalen mag openen. Want ik heb een beetje het idee dat Snapchat bij mij meer als een WhatsApp werkt. Omdat ik gewoon iemand ermee spreek, bij wijze van. En niet per se iemands sociale leven of zo zie of wat dan ook. Maar ik heb eerder gewoon dat je met iemand snapt en gewoon een gesprek met iemand hebt. En het is juist niet de bedoeling om dat af te nemen. Het is juist de bedoeling om het kijken van de verhalen en het ontdekken op Insta enzovoort af te nemen. Voor mijn computer is het iets moeilijker. Ik kan niet zomaar, ik kan Google Chrome verwijderen, maar kan ik ook geen video's zomaar uploaden. Dus op mijn computer heb ik iets meer zelfdiscipline nodig. En dat betekent dat ik wel op dit scherm mag zijn. Met mijn YouTube Studio Dashboard, omdat ik hier zelf video's moet uploaden. Maar ik mag dus niet gewoon naar de YouTube homepage gaan om andere kanalen te kijken. Dat is dus niet de bedoeling. Dus daar gaan we. Ik denk dat het een week wordt. Het is ook vakantie, maar ik heb op zich al veel te doen. Dus ik denk dat het voorbij vliegt. Dat ik heel veel contact ga hebben met alles en iedereen. Maar we gaan zien wat het wordt. Ik ga het lekker filmen als er weer iets bijzonders gebeurt. Dus dat. 2 uur later. Wat ik nu al merk, we zijn amper 2 uur verder. En ik heb net alle irritante taakjes die je altijd moet doen. Weet je wel, want ik wil graag mijn video's goed opslaan. En ik had nog allemaal clips van video's waarmee ik bezig ben op mijn SD-kaart staan. Zoals letterlijk dit soort clips zonder mijn steken, dan moest ik nog sorteren. Normaal dacht ik altijd, doe ik wel een keertje in de avond. Doe ik wel een keertje als ik even 5 minuutjes heb. Doe ik wel een keertje, bla bla. En in plaats van dat ik nu YouTube aanslinger, weet je wel, dan denk ik van, ik doe dat nu eens even. Dus ik ben gewoon, we zijn letterlijk 2 uur verder. Veel productiever. Ik merk dat ik al die kleine klote taakjes, maar ik moet nog even een shirtje bestellen. Ik moet nog even contact opnemen met die. Ik moet nog even een appje sturen naar die. Ik moet nog even dat ik dat nu direct doe. Terwijl voorheen ging dan, ik kan nu wel even lekker op mijn telefoon. Of ik kan wel even op Insta bekijken. Maar dat doe ik nu. En ik zit nu, vandaag ben ik dan, is die examenuitslagdag. Het is 10 juni. En net gebeld, ik ben geslaagd. Jee. Okay. Fijn, maar dat ik dan gewoon de hele tijd buiten zit. Ik ben gewoon lekker buiten aan het zitten en niks doen. En dat, en anders zal ik het buiten op mijn telefoon op Insta te kijken. Nu is ik een beetje voor me uit te staren, een beetje te vervelen. Ik verveel me nu echt wel veel, merk ik. Maar ik merk denk ik wel dat ik socialer ben ofzo. Omdat ik dus gewoon op momenten niet op mijn telefoon zit, maar ik ga gewoon meteen, als iemand bij is, met hem praten. Want ik kan natuurlijk niks op mijn telefoon. Oké, het is zondag. Ik heb gemerkt dat ik voor mijn gevoel, even zo, niet per se veel minder op mijn telefoon zit. Maar op mijn computer daarentegen is echt niet normaal afgenomen nu ik YouTube en Netflix en zo niet meer kijk. Ik bedoel, zoals een dag als gisteren, uiteindelijk als ik dan thuis ben, dan verveel ik me soms wel. Dan zit ik dus veel meer buiten op het moment. Ik zat gisteren echt tering lang in, dat is gewoon lekker weer, maar lekker lang in het zonnetje. En meestal zat ik dan een beetje door Insta heen te scrollen en een beetje mijn tijd te verdoen. Ik heb het gevoel dat ik nu dat een beetje verplaats door een beetje te scrollen door van nieuwsberichten en zo. Van nutteloze shit. Maar ook weer niet helemaal. Ik kijk wat vaker in het rond en zo. Bijzonder. Maar ik heb vooral als ik met anderen ben, dat ik er niet meer op zit. Gewoon echt niet. En dat ik dan soms denk als de rest de telefoon pak, denk ik, leuk. En ik zit gewoon niet meer op. Wat ik echt tering chill vind. Voor de rest, ik heb ook nog niks gemist. Helemaal niks voor mijn gevoel. Boeien wat er op Insta is gezet, weet je. Ja, de examens zijn geweest. Ik ben ook geslaagd, maar ik ben blij dat ik niet door al die tering post van geslaagd hoef te gaan. Want dat is gewoon echt werk. We hoeven dus eigenlijk nog maar 4 dagen, maar ik kan best ook in ieder geval Insta wat langer van mijn telefoon afhouden. Ik vind het eigenlijk wat chill. Vandaag is wel een dag dat ik echt weinig te doen heb. Ik bedoel, gisteren heb ik de hele dag een beetje voetbal gekeken en zo. En het is nu 10 uur 's ochtends. En ik hoef pas om 3 uur te werken. Dus ik heb 5 uur lang waarin ik eigenlijk niks te doen heb. Tot 9:30 en dan ben ik om 10 uur thuis. Dus eigenlijk vanavond heb ik ook geen donder te doen. En dat is wel een beetje het punt. Ik heb de afgelopen avonden veel met vrienden gezeten. Wat ik misschien anders ook helemaal niet had gedaan. Maar afgelopen avond met veel met vrienden gezeten. En dan kijk ik geen Netflix. Want dan kom ik eens om 1 uur thuis of later. Maar meestal kijk ik bijvoorbeeld als ik terug op werk ga ik lekker Netflix kijken. Maar dat kan niet.
heb echt nog niks gemist. Het is een beetje... ik heb nu ondertussen... Is het maandag, dus we zijn op dag weet ik veel hoeveel. En ik ben druk geweest de laatste dagen. Maar ik heb ook gemerkt dat ik meer tijd had voor dingen waar ik anders misschien minder tijd had of zo. Ik bedoel, eergisteren de hele dag lekker in het zonnetje een beetje voetbal gekeken ergens. Ik moest dan gisteren van 3 tot 9 werken. En vaak zou ik dan, bijvoorbeeld als ik op pauze zat op werk, dan zou ik even Insta kijken, weet je wel. Of even Snap bijwerken of even weet ik veel wat. Nu zat ik daar gewoon een beetje te praten met de mensen die er ook waren. Je bent een stuk socialer terwijl je minder op social media zit. Dat is een beetje welk gevoel ik nu heb. En al die kleine rotklusjes die ik altijd uitstelde tot de avond en al dat soort shit, doe ik nu gewoon in één keer, want ik heb toch niks beters te doen. Dus dat is op zich wel een goed teken om zo te zeggen. Ik verveel me wel meer, dat is ook wel weer zo. Want ik heb dus wel vaker ook nu gewoon ergens zitten en denk je, ja, dan zit ik gewoon een beetje voor mij uit te staren. Denk ik, dat is ook niet best. Maar al met al, ja, is wel goed eigenlijk. Ik zou het vaker moeten doen. Dinsdagochtend en we hebben nog niks gemist, denk ik. Het gaat een beetje gangetje. Ik merk niet dat ik per se heel veel minder op mijn telefoon zit. Zeker als ik nu gewoon ondertussen soms naar mijn schermtijd kijk. Maar ik merk wel dat ik hele andere dingen doe op mijn telefoon. Ik ben nu meer of het nieuws aan het lezen. Op Google heb je zo'n ding dat je steeds allemaal nieuwe nieuwsdingen krijgt. Of omdat het gerelateerd aan jouw dingen. Dat vind ik wel fijn. Of appjes beantwoorden of langer appen met iemand of zo. Dat doe ik nu gewoon langer. En ik zit gewoon minder op Insta ontdekken. Wat op zich eigenlijk wel fijn is. Want daar zat ik echt veel te veel. En Netflix en YouTube, maar mis het eigenlijk niet. Ik denk dat misschien qua telefoongebruik valt het eigenlijk nog wel mee. Maar misschien qua computergebruik is het heel anders. Want zoals nu, video's bijvoorbeeld heb ik net geëdit, die zijn aan het renderen. En meestal zou ik nu lekker even een YouTube filmpje aangooien en doe ik dat weer een uur lang. Omdat, ja, ik niks beters heb te doen. Maar nu ga ik wat anders doen. Ik weet nog niet wat, maar gewoon iets anders. Oké, het is woensdag, dus we mogen weer op Insta en Snapchat verhalen en op YouTube. Ik moet eerlijk zeggen, het is ondertussen 2:15 al. Ik ben vanochtend druk geweest. We zitten op het eerste moment dat ik langs alle verhalen kan gaan en alles kan bekijken, bijvoorbeeld ook op Insta. Dus laten we even gaan checken. Ik heb nu de verhalen doorgekeken en wat is dit allemaal niet boeiend zeg, Jezus. En ik denk dat dat best wel een samenvatting is van eigenlijk wat je altijd op Insta, Snapchat en YouTube doet. Allemaal niet boeiende dingen bekijken. Dus eigenlijk, ja kijk, de moraal van het hele verhaal was, je mist gewoon niet zoveel. En dan zou je dit nog langer doen, je mist nog steeds niks. Kijk, het is wel zo dat op zich social media is niet erg op het moment dat ik gewoon me verveelde. Want ik heb me vrij veel verveeld. Maar ik heb ook heel veel meer gedaan dan ik normaal nooit zou doen, weet je wel. Ik ben langer bij familie of vrienden blijven hangen, dat je momenten minder op mijn telefoon gezeten. Allemaal van dat soort dingen dat ik denk, het is echt goed om een keertje helemaal zonne te doen, om weer te bedenken, zo kan het dus ook.